Weet je, vrienden, zijn van die avonden waarin God gewoon over wil nemen. Klinkt een beetje spannend, maar aan de andere kant ook weer niet, want we nodigen hem uit. Ja, toch? Weet je, soms zeggen we dingen of bidden we dingen. En zijn we een beetje versteld als hij het gaat doen. En zelfs wanneer ik aan het spreken ben op dit moment, begint God iets te doen in je hart. Dus richt je op hem. Richt je op Jezus. Ik wil vragen of de pianist gewoon bij me wil zijn. Met zijn mooie schoenen. Er is zo'n verlangen naar God in dit huis. Dat is bijzonder. Toen ik werd gevraagd om te spreken over dit thema, toen raakte het mijn hart. Breakthrough. En waarom raakte het mijn hart? Omdat ik geloof dat het diepste verlangen van de Vader is dat zijn kinderen vrij zijn. Breakthrough. Ik was een keer in een dienst en opeens was ik aan het bidden en ik zag een beeld. En dat beeld heeft me nooit meer losgelaten. En het beeld was het volgende. Ik kwam thuis als vader. En ik heb 3 kinderen. En terwijl ik thuis kwam, zaten mijn kinderen vast aan de tafel. Geboeid. En ze zaten helemaal met boeien vast en met touwen aan de tafel. En ik kwam binnen als vader en ik zei: hoe gaat het? En mijn kinderen zeiden: goed. Maar het raakte mijn hart, want ze waren gebonden, ze zaten vast. En zelfs in mijn aanwezigheid als vader zaten de kinderen vast. En ik voelde eigenlijk in dat beeld zo het verlangen van God. Dat hij wil dat zijn kinderen vrij zijn. Want als ik dit zo vertel, dan denk je bij jezelf dat kan toch niet dat die kinderen vastzitten. Maar soms zitten wij als kinderen van de Vader nog zo vast aan van alles en nog wat. En is het grootste verlangen van God de Vader dat je vrij bent. Dat je vrij bent. Weet je, het is zo goed dat je hier bent. Wist je dat? Het is zo goed dat je hier bent. In deze leeftijdsfase van 12 tot 18 maak je zulke belangrijke besluiten die soms effect kunnen hebben op de rest van je leven. Weet je, lieve vrienden, ik mag veel reizen door Nederland en ik mag veel mooie dingen meemaken. En ik kom soms gasten tegen
van 30, 40, 50, die nog vastzitten aan dingen die gebeurd waren toen ze 14 waren. Of 15. Nog steeds niet meer kunnen vergeven. Nog steeds pijn en haat in hun hart. Nog steeds verdriet. Vanavond is jouw doorbraak. Vanavond loop je door deze deur als een vrij persoon. Als een vrij persoon. Niet meer gebonden, niet meer vast, maar vrij. De Bijbel zegt het volgende. Ik vind het zoiets moois. De Heere je God zal in je midden zijn. Is hij hier? Is hij hier? Ja toch? Weet je wat zo tof is? Hij is niet hier omdat we ons goed voelen. Hij is hier omdat het de waarheid is van Gods woord. Daarom is hij hier. Want de Bijbel zegt, waar twee of drie vergaderd zijn, bij elkaar komen in mijn naam, ben ik in hun midden. Dus dan staat er, de Heere je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. Hij is de held die bevrijdt. We dienen niet een of andere slappe God die niks kan. We dienen de schepper van hemel en aarde. We dienen de held die kan verlossen. We dienen de almachtige. We dienen de overwinnaar. We dienen de bevrijder. Halleluja! Die dienen we. Een held die bevrijdt. Hij is de bevrijder. Hij is gespecialiseerd in doorbraak. Staat op zijn cv. En weet je waar de grootste doorbraak plaatsvond? Weet je waar de grootste bevrijding plaatsvond? Waar? Aan het kruis. Aan het kruis. Weet je, vrienden, we kunnen er langs lopen, het is mooi verlicht. Maar als het geen effect heeft op je leven, is het een leeg ding. Is het een leeg ding? Als we het mooi dragen en het staat goed, maar we zitten nog zo vast aan weet ik veel wat allemaal. Wat voor effect heeft het dan? Jezus, luister goed naar wat ik zeg, vrienden. Jezus kan niet meer doen dan wat hij heeft gedaan. Hij heeft het gedaan. Hij zei, het is volbracht. Daarmee bedoelt hij, het is klaar. It's done. Het is klaar. Het is volbracht. Wat moeten wij dan doen? Als Jezus zegt, het is volbracht. Als Jezus zegt, het is klaar. Wat moet ik dan doen? Weet je, Björn zei het net mooi over de Heilige Geest. Vraag hem erom. Het belangrijke van breakthrough in je leven zijn drie punten. 1. Het ontzettend belangrijke is dat we weten waar onze identiteit ligt. Je wordt bevrijd door te weten wie je bent. Hallo, dit was een mooie. Je wordt bevrijd door te weten wie je bent. Thank you.
I'm no longer a slave. Oh nee, het gaat niet goed. Ik heb jouw mooie. Ja. I'm no longer a slave to fear. I'm no longer. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Breakthrough nummer 1. Weet wie je bent. Zing het niet alleen. Je bent het. We zingen het niet alleen. Het is je identiteit. Ik ben een kind van God. Ik ben een geliefd kind van God. Laat het eens doordringen. Ik ben een kind van God. De schepper van hemel en aarde. De Almachtige is mijn vader. Hij is mijn vader. Hij staat achter me. Hij is bij me. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Dan hoef ik dus niet meer een slaaf te zijn van de zonde. Want ik ben een kind van God. Dan kan ik dus elke ochtend opstaan en denken van, wow, man. Goedemorgen, kind van God. Ziet er goed uit, man. Waarom? I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. Ik zeg het zo belangrijk. Ik zeg het zo vaak. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Kijk naar degene die naast je zit en zeg, ik ben een kind van God. In zijn ogen. Kijk hem aan. Ik ben een kind van God. Vrienden, het is wie je bent, dochter. Het is wie je bent. En luister nu heel goed naar me. Als dit diep, diep in je hart komt, dan zal dit een doorbraak zijn in je leven. Want vrienden, dit is een heerlijke atmosfeer en God doet geweldige dingen. Wow, lekker hoor. Fantastisch. Maandag moeten we naar school. Woensdag zijn we al bijna het gevoel van impact kwijt. En luister goed nu wat ik zeg. Als er dan niet iets dieper is gebeurd dan alleen een gevoel, zijn we het kwijt. Als er dan niet iets dieper is gebeurd dan een besef diep van binnen, wat er ook gebeurt, wat mensen ook tegen me zeggen, ik ben een kind van God. Ik ben het licht van deze wereld. Ik ben het zout van deze aarde. Ik ben het kind van God. Ik ben geheiligd door Christus. Hij die in mij is, is meer dan hij die in de wereld is. Lieve vrienden, als we dat niet kunnen zeggen, dan hebben we een probleem. De eerste doorbraak. I am a child of God. Je identiteit ligt in Jezus. Het is daarom vrij belangrijk om Jezus beter te leren kennen. Want daardoor gaan we steeds meer op hem lijken.
Het tweede wat belangrijk is als het gaat om doorbraak in je leven, is dat je vanuit die identiteit in Jezus, weten wie je bent in Hem, gaat wandelen in de waarheid. Gaat wandelen in de waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zou het zomaar kunnen dat die drie bij elkaar horen? Ik ben de weg waarop je wandelt. Op die weg is waarheid. En als je wandelt in de waarheid, ontstaat er leven. Als je wandelt op de weg van de waarheid, ontstaat er leven. Waarom? Omdat Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Lieve mensen, lieve vrienden, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt nog iets meers. Hij zegt, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid is essentieel als het gaat om doorbraak. Wat is de vijand van waarheid? De leugen. De leugen. En lieve vrienden, ik wil je wat meegeven deze avond. De eerste sleutel, de eerste gereedschap, het eerste element is, mijn identiteit is in Hem. Ik weet wie ik ben. Ik weet wie ik ben. I am. Het tweede is dat je wandelt in de waarheid. Want de waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij. En weet je wat mooi is? We komen niet van onze negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken. Je overwint ze door te kiezen voor de waarheid. Hoor je me? Gedachten komen en gaan. Leugens komen en gaan. Het is aan ons om te weten wat een leugen is en wat de waarheid is. En vrienden, als je niet de waarheid kent, kan je er niks tegenover stellen als de leugen komt. Je moet de waarheid kennen. Jezus zegt, ik ben de waarheid. We moeten Jezus kennen. Het woord van God is de waarheid. We moeten het woord van God kennen. Vrienden, begin het woord van God te lezen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Nee, vrienden, luister goed. Stel je toch eens voor. Stel je toch eens voor. En daar kom ik als derde punt op, hoor. Maar let op. Stel je voor, je zit in een strijd. Je zit echt in een strijd, je zit in een battle. En je hebt een aantal wapens die je mag kiezen. En op een gegeven moment heb je een zwaard. En dat zwaard is krachtig, want het snijdt aan twee kanten. En je denkt van, man, dat zwaard, dat is echt, wow, man, dat is effectief. Dus dat zwaard pak ik. En met dat zwaard ben je sterk in de battle. En je overwint allerlei vijanden. Waarom? Dat zwaard is effectief. Dat zwaard werkt. De Bijbel zegt dat het woord van God een tweesnijdend zwaard is. Met andere woorden, als we de Bijbel niet kennen, dan kennen we de waarheid niet. Als we niet weten wat de Bijbel zegt, dan zijn we slap in de strijd. En dan kunnen we, en dit is heel serieus wat ik zeg, dan kunnen we conferentie na conferentie gaan, maar we overwinnen niet. We overwinnen niet. Waarom niet? Omdat het woensdag al pleit in is. Want er moet iets meers gebeuren dan alleen maar een fijn gevoel. Dat woord van God moet ik kennen. Ik moet de waarheid kennen. Want de waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij. En daarom leren we onze jongeren ook. Wat zegt het woord van God nou? Wat zegt de Bijbel nou?
Wat is nou een belangrijke tekst voor jou? Matteüs 5, vers 11. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en lasten te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Halleluja. Halleluja. Wat zegt het woord van God nou? Nou, in 2 Kronieken 7, 15 tot en met 16, vanuit Gods perspectief. Ik zal aandachtig luisteren naar elk gebed dat wordt uitgesproken. Halleluja, halleluja, halleluja. Wat zegt het woord van God? Jozua 1, vers 9. Wees sterk en moedig, ban angst en twijfel uit je hart. Onthoud dat de Heere, uw God, u over zal helpen. Halleluja, prijs God, prijs God, prijs God, prijs God. Ik spaar de rest, hoor, want ik heb met hun getraind. Ontspan, ontspan, ontspan. De waarheid maakt je vrij. Als we niet weten wat het woord van God zegt, en als we worden aangevallen, dan kunnen we niks terugzeggen. En weet je, soms komt leugen op ons pad. Soms komt leugen op ons pad en geloven we dat een aantrekkelijk lichaam en persoonlijkheid ervoor zal zorgen dat ik krijg wat ik wil. Geloof ik dat het bevredigen van seksuele begeerte blijvende voldoening zal schenken? Geloof ik dat ik met slecht gezelschap om kan gaan en daar niet door zal worden besmet? Geloof ik dat ik alles kan lezen, alles kan zien of naar alles kan luisteren zonder daardoor besmet te worden? En we maken soms onszelf dingen wijs omdat we niet weten wat de waarheid zegt. Omdat we niet weten wat het woord van God zegt. En we zeggen van, ah man, span je niet, maak je niet druk, relaxed. En voor je het weet glijden we af. En voor je het weet zitten we vast aan van alles en nog wat. Want we hebben dingen gezien en ze zijn binnengekomen. We hebben dingen gehoord en ze zijn binnengekomen. Dingen zijn gezegd tegen ons en ze zijn binnengekomen. En dan hebben we de waarheid nodig, want die maakt vrij. En dan denk ik, als de leugen komt, wie kan ik nou vertrouwen? Ik kan niemand meer vertrouwen. Ik ben zo vaak pijn gedaan. Ik ben zo vaak in de steek gelaten. Wie kan ik nou nog vertrouwen? Maar dan moet ik weten dat de Bijbel zegt, vertrouw met heel je hart op de Heer. Maar ik ben soms bang, ik ben soms angstig. I'm no longer a slave of fear. Maar wie ben ik dan? Ik ben eigenlijk niemand. Ik schiet altijd tekort. Ik voel me soms minder dan anderen. Ik denk dan soms dat niemand me hoort. Ik durf mensen soms niet aan te spreken. Ik vermijd sociale contact. Ik voel me minder. Ik voel me minder waardig. En dan zegt Jezus, als Christus in uw hart woning maakt, zul je de liefde van Jezus leren kennen. I'm a child of God. Als niemand je ziet, dan ziet Hij je. Ik maak me soms zorgen. En dan zegt de Bijbel, wees over geen ding bezorgd. Want ik ben met je. Ik probeer mijn best te doen om er goed uit te zien. Ik probeer soms veel te eten of soms juist minder te eten. Ik wil de goedkeuring van mensen. I'm a child of God. Ik moet de waarheid van God kennen. Want de waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij. Joe. Hoi, ik ben
Joella, ik ben 17 jaar en ik ga met jullie mijn verhaal delen. En het doel van mijn verhaal is dat je erdoor aangesproken voelt. En ik deel dit met jullie omdat ik dit, wat ik heb meegemaakt, iedereen gun. Vanavond is het thema breakthrough. En ik heb doorbraak meegemaakt toen ik 14 was op een kamp als deze. En tijdens de worship en aanbidding. Ik was namelijk in een tijd daarvoor was ik zo onzeker geworden. Het is er zo binnengeslopen dat ik op een gegeven moment ging geloven dat ik te dik was. Ik was lelijk. Ik kon mezelf niet meer normaal in de spiegel aankijken zonder alles te zien wat anders moest. Terwijl dat zo niet is wie ik ben. Daarvoor ben ik altijd gewoon sociaal geweest. Ik was daar nooit mee bezig. Maar toen ik in mijn tienerjaren kwam, dan kom je in de brugklas. En dan wil je leuk doen. Dan wil je bij de rest horen. En ga me niet vertellen dat je het niet hebt. Want iedereen heeft het. Iedereen kent het. Zelfs ik, terwijl ik een sterk karakter heb gehad. Altijd, of niet? Ja. Of niet? Dus er kwamen steeds meer gedachten. Het begon heel klein. Van oké, weet je, de zomer komt er weer aan. Ik ga gewoon goed opletten dat ik normaal eet. Dat ik niet te veel eet. Dan lekker een beetje afvallen. Dan sta je weer lekker in je bikini. En dat werd steeds erger. En op een gegeven moment at ik gewoon helemaal niet. Ik skipte mijn ontbijt. Ik skipte op school mijn eten. Ik kwam thuis. En ik was zo uitgehongerd. Dat ik niks anders meer kon denken aan... En ik moet nu eten. Je lichaam schreeuwt. Ik moet iets hebben. Dus je begint met een appel. En voor je het weet heb je 6 chipszakken leeg. En brood en alles gegeten. En dan zit je daar. En dan denk je, wat is dit? Wat heb ik gedaan? En het is, ik kan het lastig beschrijven. Hoe dat voelt. Het is alsof je totaal de controle verliest. En helemaal als een wekko gaat eten. Dan zit je daar en ik denk dat jullie allemaal wel een keer naar de McDonald's zijn geweest of ergens. Dat je gewoon te veel hebt gegeten. Dat je denkt van, oh, wat heb ik gedaan? Nou, dat keer 16, dat is wat ik voelde, zeg maar. En er kwam zoveel schuld op me. Zo van, wat heb je gedaan? Je probeert af te vallen en je maakt het alleen maar erger. En je moet nu alles eruit kotsen. Nu. Nu. En dat is het enige wat de hele tijd door bleef gaan. Maakt niet uit wat ik deed. Het bleef maar gaan, het bleef maar gaan. En ik werd er helemaal gek van dat ik naar de wc toe ging. En ik kotste alles weer uit. En zo heb ik dat maandenlang volgehouden. Totdat ik bij de tandarts kwam. Die zei, hey, drink je vaak zure drankjes? Want ik zie dat je tanden zijn aangetast. Zo heftig was het dus. En toen werd ik wakker. Toen dacht ik van, wow, waar ben ik mee bezig? Ik ben mezelf aan het kapotmaken. Ik was zo verblind. Ik was zo in een leugen aan het leven die ik langzaam toe heb gelaten. En die gedachten, ik stopte met het te veel eten en het overgeven en bulimia. Daar had ik geen last meer van, omdat ik het niet meer kon. Omdat ik zo bewust was geworden van het feit dat ik mezelf kapot aan het maken was. Maar de gedachten en de onzekerheid, die was er nog steeds. Die was niet weg. En ik bleef mijn best doen en ik ging op ProAnna sites. En ProAnna sites, dat zijn sites waar je zieke tips kan krijgen over hoe je moet afvallen, maar zeg maar anorexia en zo. En als je daar opkomt, dan staat er eerst zo, warning, dit is levensgevaarlijk, bla bla bla. Maar ik was er zo blind voor geworden. En dat bleef ik nog wel dat te doen. Rare tips, van alleen maar crackers eten, koud douchen, zodat je afvalt, dat soort dingen. Allemaal rare dingen. Dat bleef doorgaan en ik had er zoveel moeite mee. En ik was er ook heel goed in om het aan niemand te laten merken. Want als ik met iemand chillde of als ik met op school was, dan was het gewoon leuk en niemand had het in de gaten. Maar ik heb het zelfs niet met mijn ouders gedeeld, terwijl ik altijd een super close relatie heb en een band heb gehad met mijn ouders. Maar zo erg is dat dus als er iets op je drukt en als er iets vastzit aan je en als je die leugen toe hebt gelaten, dat het je totaal blind maakt. Het is zo gevaarlijk, het is zo ernstig dat je totaal jezelf verliest zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En het is ook nog zo sneaky dat de mensen om je heen het ook niet in de gaten hebben. Omdat je het zo weet, ja, je weet het gewoon vol te houden zonder het aan mensen te laten zien. En toen kwam ik op een jeugdkamp, toen kwam ik op een tieneravond als deze. En ik ben altijd een worshipper geweest, ik hou er altijd van om vooraan te gaan en mijn handen in de lucht en hier, hier ben ik. En dat deed ik weer op een zaterdagavond. En ik stond weer vooraan en ik zei hier, ik was gewoon aan het worshipen, ik was gewoon aan het grootmaken. En toen
kwam het als een klap binnen. God zei tegen mij, ik hou van je. Je bent mooi, je bent goed. En die waarheid kwam zo bam op me. En ik voelde bijna fysiek dat alles van me afviel. Ik voelde me opeens zo vrij. Het is niet onder woorden te brengen hoe ik me voelde. En ik voel me tot op deze dag nog steeds zo. Ik ben nu 17, dat is 3 jaar geleden. Maar ik voel me nog steeds zo. Overal waar ik ga. Weet je, God is zo awesome. En hij wil dat niet alleen voor mij. Hij wil dat voor jullie allemaal. En het hoeft niet per se onzekerheid te zijn van hoe je eruit ziet. Het hoeft niet per se eetproblemen te zijn. Het is alles. Al is het porno. Al is het, weet ik veel wat het is. Ga gewoon naar voren. Aanbid hem. En God gaat de waarheid over je heen gooien. En wees niet bang. Wees niet bang. Stel je ervoor open, want hij doet het echt. En als je gaat, oh, dan komt hij ook. Hij doet het echt. Yes! En dat is het, vrienden. Hij is een held die bevrijdt. En het is meer dan een gevoel. 3 jaar later, on fire voor God. Drie jaar later heeft haar getuigenis al vele mensen aangeraakt en doorbroken. Wat nou als vanavond jouw doorbraak is? Wat nou als vanavond jouw troep, jouw dingen die je nog vasthouden aan het licht komen? Niet zozeer omdat iedereen kan wijzen, maar het moment dat het aan het licht komt, komt de bevrijding. Het moment dat het aan het licht komt, komt er bevrijding in je hart, bevrijding in je geest, bevrijding in je gevoel. Halleluja. En je hoeft niemand te voelen. Te neppen. Jij alleen weet waar je in zit. Jij alleen weet soms de struggles waar je mee zit. Jij alleen weet de gebondenheden die je nog hebt. Jij alleen weet waar je naar kijkt als niemand kijkt. Jij alleen weet hoe je praat als niemand er is. Jij alleen weet welke emoties er in je hart leven. Maar ik daag je uit om de held te ontmoeten. Ik daag je uit om de bevrijder te ontmoeten. Ik daag je uit om niet alleen maar te zingen, I am a child of God, maar erin te gaan wandelen, om het te gaan toepassen. Want de derde van bevrijding is bevrijding toepassen. Is bevrijding toepassen in je leven. 1. Ik weet wie ik ben. I'm a child of God. 2. Ik wandel in de waarheid. Het is klaar met de leugen. Je hoort wat leugen heeft gedaan. Leugen vernietigt levens. Waarheid zet vrij. Wandel op de weg waar de waarheid is en ontvang leven. 3. Pas het toe. Elke dag. Hoe dan, Karim? De Bijbel zegt, doe de wapenrusting Gods aan. Wat betekent het? Heel interessant. Het begint met de riem van de waarheid. Het begint dat je 's ochtends opstaat en zegt, ik ben vrij. Je staat 's ochtends op, je doet je haren, je doet je make-up, je kijkt de spiegel. Je ziet daar iemand prachtig staan en je zegt, hey, I'm a child of God. Je past het woord van God toe. Je gaat teksten hebben in je leven die je ankerteksten gaan worden. Die teksten worden waar je aan kan vasthouden. Je gaat het toepassen wanneer je je verrot voelt. Wanneer je je niet lekker voelt, zeg je, wacht even. Ik heb iets geleerd op Impact. Ik heb iets geleerd. Ik pas het toe. Ik pas het toe. Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en doet. En doet. Daar ligt je doorbraak. Daar ligt je doorbraak. 1. Ik weet wie ik ben.
2, ik wandel in de waarheid. 3, ik pas de waarheid toe. Ik pas hem toe. Ik pas hem toe. Laat hem staan. Laat de ogen sluiten. En luister goed, jongens. Het is nog niet klaar vanavond. 'S Avonds een man, 's ochtends een man, 's avonds een man. Gewoon doorgaan nu. Demonen, Satan heerst over de duisternis, niet over het licht. Jezus regeert over het licht. Het moment dat er licht komt, het moment dat er bevrijding komt, regeert Jezus. Regeert Jezus. Hij is een held die verlost. Hij is een held die vrijmaakt van al de dingen die je nog tegenhouden. En weet je, het kunnen dingen zijn die ik net heb genoemd. Het kunnen dingen zijn als angst. Het kunnen dingen zijn als minderwaardigheid. Het kunnen dingen zijn als leugens in je hoofd. Maar het kan ook zijn van, weet je, ik durf eigenlijk helemaal niet uit te komen dat ik christen ben. Ik durf helemaal niet met andere mensen te praten. Ik wil daarvan af. Ik wil van die angst af. Ik wil vrij zijn. Jij weet waar je aan vast zit. Of niet. Jij weet het. En ik wil zelfs de mensen uitdagen die al jaren christen zijn. Ik wil de volwassenen uitdagen die hier zijn. Een ieder van ons onderzoekt zijn eigen hart. Het is tijd voor doorbraak. Het is tijd voor doorbraak. Ik werd gegrepen door de tekst in Galaten. Je bent geroepen. Geroepen om vrij te zijn. Je bent geroepen om in vrijheid te wandelen. Ook woensdag als het kamp afgelopen is. Ook op school wanneer je alweer heel wat dingen hebt gehoord. Om dan in vrijheid te wandelen. Vader, op dit moment, Heilige Geest van God. Dank u wel. Dank u wel dat de tijd van doorbraak hier is. Dank u wel dat het hier is, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat de leugen wijkt op dit moment. Dank u wel, Heer, dat elke gebondenheid verbroken is. Ik maak in de hemelse gewesten elk hart vrij voor het werk van God in de naam van Jezus. Niets zal ons meer weerhouden. Er is kracht in uw naam. Er is doorbraak in uw naam. In de naam van Jezus. Halleluja. U doorbreekt. U doorbreekt. U doorbreekt. U doorbreekt. En Heer, dank u wel dat u in uw aanwezigheid alles aan het licht zal komen. Alles aan het licht zal komen. En als er zaken zijn die in je hart zijn, die geheimen zijn, breng het aan het licht. Breng het aan het licht. Geheimen, breng het aan het licht. Wat niemand weet, breng het aan het licht. Daar is niet een programma van over de streep nodig. Daar is een aanwezigheid van God nodig en de kracht van de Heilige Geest. Veel effectiever, veel effectiever. In de naam van Jezus Christus. Geef kracht, Heer, om dit moment. En als jij zegt, ik verlang daarnaar. Ik verlang daarnaar. Ik verlang naar die vrijheid. Ik verlang naar die doorbraak. Er zijn nog zaken waar ik mee moet dealen. Kom op dit moment naar voren. Kom, wacht niet lang, wacht niet lang. Kom gewoon snel, kom gewoon snel. De aanwezigheid van God is hier. Kom, 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 kom. Kom nu, kom nu, kom nu. Als dit voor jou is, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Wacht niet lang, wacht niet lang. Als je in het ministry team zit, we hebben het net besproken, als het ook voor jou is, kom gewoon erbij staan, kom gewoon erbij staan. Kom erbij staan. In de naam van Jezus Christus, dit is je moment. Dit is je moment, dit is je moment, dit is je moment, dit is je moment. Breakthrough, dit is je moment. In de naam van Jezus Christus, dit is je moment. Dit is je moment, dit is het moment. Halleluja, 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 halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Dit is het moment. Dit is het moment. Dank u, Jezus. Doe een stapje naar voren nog. Kom maar een dag wat dichterbij, wat dichterbij. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Dank u, Jezus, dank u, Jezus. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave. Elke gedachte, ik kan het niet, het lukt me nooit, verbreek ik op dit moment. Elke gedachte, ik ben niks waard, verbreek ik op dit moment. In de zaal, hier vooraan. Lieve mensen, ook al zit je in de zaal, het is een heilig moment. Het is een heilig moment. Wees met niets anders bezig dan Jezus. Wees met niets anders bezig dan Jezus. Wees met niets anders bezig dan Jezus. Voorin, achterin, overal. Halleluja. Dank u, Jezus.